Zo op een maandagmiddag valt het met de verkeersdrukte in de Rijp nog best wel mee. Maar als het eenmaal hoogzomer is en veel toeristen het pittoreske dorp bezoeken, dan leidt dat volgens Kees Molenaar van de Dorpsraad, met name in de Rechterstraat, waar hij zelf ook woont, tot chaos. Het staat soms behoorlijk vast. En laat ik zeggen, er staan twee van die pakketbezorgers in de straat. Daarachteraan staat een stel auto's. Nou, als er iets verderop iemand een hartinfarct krijgt, dan is het te hopen dat de ziekenauto er op tijd bij is. Dat soort dingetjes. Vrachtwagens zijn inmiddels al niet meer toegestaan in de Rechterstraat, maar dat is volgens Molenaar niet genoeg. Het plan om een richtingsverkeer in te voeren in de straat bestaat al een tijdje en de dorpsraad De Rijp pleit ervoor om dit een tijdje uit te proberen. Natuurlijk zijn er ook mensen tegen. Het zal ook wel weer 50% zijn, dat is met alles zo. De mensen aan de Tuingracht, die zitten er waarschijnlijk niet op te wachten. Nee, meer mensen niet. Kijk, het meest gehoorde argument wat ik dan hoor is van ja, dan maak je er een racebaan van. Andere argumenten niet. Nou, dat van die racebaan, dat zou ik dan wel eens willen zien. Ja. Dus doe dat gewoon een jaartje. En kijk ook of het echt wat oplost. De dorpsraad hoopt dat de gemeente Alkmaar echt een keer over de brug komt als het gaat om de verkeerssituatie in de Rijp. Als dorpsraad hebben we natuurlijk verder weinig zeggenschap. We doen ons best en wat je probeert is wat er leeft in het dorp door te spelen naar de politiek. Ja, kennelijk is dit geen sexy item en doen ze er weinig mee. We hebben meermalen ook afspraken gemaakt dat mensen vanuit Alkmaar een rondje zouden fietsen hier in het dorp. Om met name een aantal knelpunten, want naast parkeren en verkeer, hebben we ook een aantal wandelroutes waarvan wij zeggen, jongens, kan daar nou niks aan gedaan worden.